Er staan 12 wandelingen in. Ja. 1 per maand. Vorig jaar om deze tijd weet ik hoe goed het allemaal in elkaar zat, maar we hebben nou net al gezien, en het zijn niet alleen, het is geologisch belangrijk, maar het is een prachtige wandeling, maar ook in een prachtige omgeving, waarvan het niet voor niks zo is dat de Duitsers aan deze kant keen op zijn om mee te doen. De gemeente Kranenburg is al vanaf 1970 lid van onze VVV, de Nijmeegse VVV. Dat hebben ze veel liever dan Düsseldorf, want Düsseldorf is wijd weg. Oh. Nijmegen is dichtbij, dus ze voelen zich met dit gebied meer verbonden. En ik vind het ook mooi dat de uiregio, mag ook wel eens gezegd worden, hè, weet je wel, dat regionale geld, dat die daar flink wat geld in gestopt hebben om ook de grenzen te laten vervagen, en er hoort onder andere dit project bij, waaraan je kunt zien dat de grens eigenlijk maar een willekeurig getrokken lijn is in de geschiedenis. We hebben hem nog een beetje veranderd door vanaf na 45 dat stukje erachter niet meer terug te geven. Dat verandert aan de stuw al niks. Die is bijna eeuwig. Dank u wel.